vraag je natuurlijk af, wat doet die droevige muziek daar toch? En wat is er toch met die Dave aan de hand? Dan is het je vast en zeker ontgaan, want het is vandaag Blue Monday. In 2005 heeft een Britse psycholoog, Alan Cliff, deze dag bestempeld als de meest droevige dag. Grauw zou die zijn. En dit is ook de dag waarop heel veel mensen tot de conclusie zouden komen dat hun goede voornemens voor het nieuwe jaar zouden stranden. Is het wetenschappelijk? Of zijn het fabeltjes? Jongens, stop maar met die droevige muziek. Want eigenlijk voel ik me helemaal niet droevig. Ik denk dat het een fabeltje is. Maar, wat denken jullie? Weten jullie wat verdacht is? Ja, Blue Monday. En wat is dat volgens jou? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Weet je dat echt niet? Nee. Nou ja, ik zie het niet aan je af, maar het is een hele deprimerende dag vandaag. Oh, ja, dat kan. Hoe voelt u zich vandaag? Goed. Bent u dat nou? Ja, dat meen ik. Het is weer koud, maar ik voel me goed. Hoe voelt u zich? Nou, gewoon normaal. Niks somber, niet somber of zo, gewoon. Nee. Zijn maar geen depressieklachten. Ik zie ook een glimlach bij u. Nee, geen last van. Nee. Weet u wat voor dag het is vandaag? Het is vandaag maandag, hè? Ja, maar niet juist! Ja, een baaldag of zo, hè? Ja. Blue Monday is een baaldag, maar ik zie helemaal geen gebouw hier. Nee, klopt. Maar jij voelt je verder ook helemaal goed? Happy, ja, gewoon. Ja. En dat op maandag. Ja. Ook nog eens een blauwe. Ja, ook nog, hè? Ja. Ja, grappig. Weet u wat voor dag het is? Ja, maandag, hè? Ja. Blue Monday, denk ik. Nee. En wat is Blue Monday volgens u? Dat weet ik niet. Weet u het wel, denk ik? Ja, maar ik heb er geen last van. Is het nou wetenschappelijk onderbouwend? Of is het nou een kulverhaal? Ik denk een kulverhaal, hè? Denk ik wel. Verhaal. Ik heb geen baaldag, dus. Nee. Ik denk dat het gewoon een vuiltje is, inderdaad. Dan hebben we dus eigenlijk al twee fabels nu. Ja, dat is net als die Black Friday en dat soort dingen. Dat is gewoon door de media in de lucht gegooid ergens of vanuit Amerika. Maar als je een maand ervoor kijkt, dan zijn de prijzen sowieso anders. Ja. Flauwekul. Grote flauwekul. Okay. Met al die dingen waar je... Elke dag is er iets. Is dit nou kolder of is dit nou wetenschappelijk? Voor mij gaat hij onder kolder. Ja? Ja. Ah, jullie wonen in Vroomso? Ja, we komen van Vroomso. Heb je het al? Dat zijn hele nuchtere mensen, hè? Ja, dat zijn heel nuchter, ja. Dus geen Blue Monday in Vroomso? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Misschien een hele Yellow Tuesday morgen. Oh, wie weet. Oh, misschien. Hè? Ja. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Hetzelfde. From Soap, dus ja, jullie zijn nuchtere mensen, hè? Ja, moet ook. Kom, vertel. Is er mee. Gewoon nuchter. Beentjes op de grond. Gewoon nuchter zijn. Dat is het allerbeste. Maar ik kom hier helemaal niet vandaan. Ik kom uit Limburg en dan Utrecht. En hier woon ik al ruim 40 jaar. Oh, dus ik heb er echt een cocktail voor me staan. Zeker. Zeker. Een goeie. En dus From Soap is gewoon super. Mag gerust gezegd worden. Goed dorp, met alle lage mensen. Heel mooi. U kunt in ieder geval zeggen dat Blue Monday toch wel de dag is geweest waarop u op de buis bent verschenen. Ja, nou, dan is hij toch positief. Ja. Dat is gewoon prima. Ja, jullie zijn verder niet bijgelovig? Niet erg bijgelovig, nee. Oké, dus straks gaan we terug naar de studio en dan gooien we het dossier open van Blue Monday. Dan moet ik een stempel zetten. Is het dan onzin? Ja, ik denk het flauwekul. Ja. Gaan we dat doen. Bedankt voor je bijdrage, hè? Ja, man, hè. Fijne dag en glimlach, hè? Ja, doe ik altijd. Hoe voel jij je? Goed. Weet je het zeker? Ja. Ondanks de Blue Monday? Ja? Ik heb geen idee. Weet je wat is Blue Monday? Nee. Oké, heb je het al, hè? Dit zou een dag zijn waarop iedereen zich heel erg beroerd zou moeten voelen. Eigenlijk de kortste dag, de goudste dag, de dag waarop mensen denken, goh, mijn goede voornemens lopen allemaal in de soep. Nee, maar ik heb ook geen goede voornemens. Misschien is dat het, hè? Misschien dat, ja. Nou ja, dan beste mensen, kunnen wij nu toch wel concluderen? Toch wel. Ja. Dat Blue Monday kolder is. Tot de volgende Praat op Straat. Yes, doeg.